Dit is de VR-Man. Het is een handmatige indexeertafel voor positionering bij productfotografie en voor het uitvoeren van 360 graden productfotografie. Als je aan de draaitafel van de VR-man draait, hoor je en voel je om de zoveel graden een klikje. Hoeveel klikjes je per omwenteling hoort en voelt, kan worden ingesteld met de selector onderaan de VR-man. In dit voorbeeld veranderen we de selectorinstelling van 72 naar 36 stappen per omwenteling. De studioopstelling die nodig is om met de VR-man te werken, verschilt niet of nauwelijks met die van een tabletopopstelling. Het enige verschil is dat men nu de VR-man op de objecttafel plaatst en het object op de VR-man opstelt. Voorzie de draaischijf van de VR-man het liefst van een PVC-ondergrond en zet deze met dubbelzijdig tape vast. Voor het gemak gebruiken we een draadloze afstandsbediening om de camera te ontspannen. Hierdoor hoeven we de camera tijdens het maken van de foto's niet meer aan te raken. Vervolgens is het aan ons om de witbalans goed in te stellen van de camera. Hiertoe maken we een foto van dezelfde achtergrond als die we gaan gebruiken voor de productfotografie. Omdat hier niet op scherp gesteld kan worden, moet de camera eerst op handmatige scherpstelling worden ingesteld. De procedure die we hier laten zien voor het instellen van de witbalans is die van de Canon 7D. Maar deze verschilt natuurlijk per camera. De workflow voor het maken van een 360 graden productpresentatie bestaat uit drie stappen. De eerste stap betreft het maken van de productfoto's. De tweede stap is het bewerken van die productfoto's. En de derde stap is het maken van de presentaties. Stap 1. Het maken van de productfoto's. We hebben de camera aangesloten op de computer en maken gebruik van zogenaamde capture software. In deze video maken we gebruik van DSLR Remote Pro van Breeze Systems. Met deze software kunnen we foto's opslaan op de harde schijf, camera-instellingen maken, de live view modus tonen op het beeldscherm van de computer en het object op de schijf van de VR-man centreren met behulp van een raster in die live view modus. Hier tonen we de procedure om een object op de schijf van de VR-man te centreren met behulp van het raster. Daartoe draaien we het object steeds 90 graden en kijken of het nog steeds in het midden staat van het raster. Na het centreren van het object zetten we de draaitafel in de stand waarin we de eerste foto willen maken. Maak eerst een testfoto. In deze testfoto, welke op het beeldscherm van de computer verschijnt, gaan we met een muiscursor op de diverse plaatsen buiten het object bewegen om de witwaarde van de ondergrond en de achtergrond te meten. De witwaarde van zowel de rode, groene als blauwe component moeten zich onder de 255 bevinden. Waarden van 255 of hoger leveren geen garantie voor een correcte witbalans en verhogen het risico op overstraling. We streven naar een witwaarde van tussen de 240 en 250 voor zowel de rode, groene als blauwe component. Als je de witwaarde gecontroleerd hebt, kun je beginnen met het maken van de foto's. In deze video zullen we een presentatie gaan maken bestaande uit 72 productfoto's. Na elke foto draaien we de draaitafel één stap verder. Dit herhalen we tot we één complete omwenteling gemaakt hebben. Omdat het bij productfotografie gaat om een scherpe weergave van het product, willen we een grote scherptediepte hebben. Dus kunnen we het beste ons diafragmagetal zo hoog mogelijk instellen. Bij het door ons gebruikte objectief gebruiken we een diafragmagetal van 20. Nu hebben we alle productfoto's gemaakt en zijn we toe aan de volgende stap in de workflow. Stap 2. Het bewerken van de productfoto's. Voor het bewerken van de reeks foto's gebruiken we Capture One Pro van Phase One. In Capture One Pro gaan we naar de desbetreffende map waarin de foto's zijn opgeslagen. Alle foto's worden nu weergegeven als thumbnails.
We selecteren alle foto's en hierna klikken we één keer op de eerste van de geselecteerde foto's. De eerste foto gaan we nu bewerken. Deze bewerking gaan we later kopiëren naar alle andere geselecteerde foto's. De eerste bewerking die we gaan toepassen is het uitsnijden van de foto. Vervolgens gaan we datgene wat wit had moeten zijn in de foto's naar 100% wit toetrekken. Dat doen we met behulp van de Levels tool. Na gebruik van de Levels tool zullen we zien dat de gehele achter- en ondergrond 100% wit zijn geworden. En dat daardoor ook de rand van de draaitafel, als die al zichtbaar zou zijn geweest, helemaal weggevallen is. Tot slot kunnen we indien gewenst de verzadiging van de kleuren versterken en eventueel de foto verscherpen. Om de bewerking die we hebben toegepast op de eerste foto te kopiëren naar de rest van de foto's, hoeven we in Capture One Pro slechts twee keer op de muis te klikken. De eerste klik kopieert de bewerkingsgegevens naar het geheugen. De tweede klik past deze bewerkingsgegevens toe op alle geselecteerde foto's. Als laatste handeling van stap 2 in de workflow moeten we alle foto's nog renderen. Hiermee worden de bewerkingsgegevens omgezet in echte bewerkingen en worden de bewerkte foto's opgeslagen in een aparte map zonder daarmee de originele foto's aan te tasten. Stap 3. Het maken van de presentatie. In Object 2VR van Garden Gnome Software gaan we onze gemaakte foto's invoegen in de zogenaamde Light Table. Na het inladen van alle foto's in de Light Table kunnen we bepalen welk van die foto's als eerste zal worden getoond in onze presentatie. In Object 2VR kunnen we kiezen welk type presentatie we zullen gaan maken. Voor een verdere bespreking van alle parameters in dit programma verwijzen wij naar de tutorials die worden aangeboden op de website van Garden Gnome. Nadat alle presentaties gerenderd zijn, kunnen we genieten van het eindresultaat. Hier wordt een flashpresentatie getoond met een door ons gemaakte skin. Voor meer informatie over het uitvoeren van productfotografie en in het bijzonder over 360 graden interactieve productfotografie, kunt u ons gratis e-book over dit onderwerp downloaden van onze website vrobot.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de VRman. De VRman is verkrijgbaar bij de professionele fotospeciaalzaak en op onze website.